Hallo allemaal. Het is februari en voor mij betekent dat het begin van mijn karperseizoen. Alle spullen liggen alweer in de auto, dus ik ben voorbereid op de eerste sessie. Morgen of overmorgen, dat weet ik nog niet precies. Hangt een beetje van de weersverwachting af. Voordat we gaan vissen, laat ik je eerst wat zien over materialen die ik gebruik en vooral de aassoorten en de rigs. Zoals altijd vis ik alleen overdag en zoveel mogelijk instant respons. De beelden komen eraan. De basis voor dit seizoen is een 15 mm monster crab boilie. Ik voer er een stuk of 20 per hengel in een cirkel van pakweg 10-20 meter en ik voer pas bij als ik gevangen heb. Als haakaas gebruik ik wafters en pop-ups in dezelfde monster crab smaak. En daarnaast kunst mais en kunst maden. In principe ga ik dit jaar niet spotten. Ik neem wel af en toe de spotbon mee en mocht daar behoefte aan zijn, dan gaat er een mengseltje in van gecruste boilies en pellets. Datzelfde mengseltje gebruik ik in PVA-zakjes, als het nodig is. Vaste waarde voor mij is de slimmerik, die ook wel bekend staat als chotrik. En die gebruik je natuurlijk met een pop-up. Mijn advies is om altijd baitscrews te gebruiken op je chotrig. En dan neem er dan ook meteen die dubbelscrews bij. Daar kun je leuke dingen mee doen, zoals twee boilies verbinden. De derde rig die ik ga gebruiken is de lomperik. Een variant op de Ronnie rig, maar dan wel met een 2-0 haak. En geen pop-up, maar een grote lompe wafter. Of gekke combinaties van wafters, pop-ups, gewone boilies enzovoorts. Ik gebruik dit vooral bij het afstandvissen en dan in combinatie met een helikopterrig. De derde rig is de vieze rig. Hij heet zo vanwege de maden. Het is een combinatie van maden en een plastic maiskorrel. Ik moet hem nog gaan testen dit jaar. Het idee is om hem te gaan gebruiken als freelining voor het vissen vlak bij de kant op een bed van voerballen met mais en maden. Ik hoop dat het werkt. Ik hou je op de hoogte. De vierde en laatste rig is de Zig rig. Ik heb er niet veel over te vertellen, want ik koop ze kant en klaar. Het enige wat ik ermee doe, is ze een zoute dip geven. Maar ik weet eigenlijk nog niet of ik er veel gebruik van zal maken dit jaar. We zullen het zien. De eerste op de slimmerik is binnen. Een leuk klein schupje. En een leuke seizoensopener. Ik hoop dat er nog veel meer mogen volgen dit jaar. Het is echt een puntgaaf visje. Hij zit prachtig in de schubben.